Op een gegeven moment zeiden ze dat je toch een, een, een creditcard aan plastic per jaar of zo in je lichaam, uh, in je lichaam krijgt. Ja, ik poets iets minder lang mijn tanden of ik was misschien iets minder lang mijn auto. Maar waar het grootste gedeelte van het water in zit, is gewoon de avocado's die wij eten. Ja, ja, de, 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 de indirecte. Spijt, ja, indirecte. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat ook de Albert Heijn uh, het een beetje spannend begon te vinden. En na twee weken alweer zei, uh, jongens uh, misschien moeten jullie het maar even uh, terug naar de tekentafel. Een ponskaart is uh, zo'n uh, stuk karton en dan zitten van die gaten in. En dan stop je dat ergens in en dan is dat ook een transfer van data. Want dat zijn ook een soort van 1 en nullen. Dat is voor de floppy disk. Ah, ja. De grote floppy disk, die had je ook nog. Dat was echt zo'n ja, ding. Ja, nog... zeker. En wat was dan het trucje met de floppy disk? Dit zat altijd de echte generatietest. Daar kon je iets mee doen. Ja, je kon ze dat op slot zetten, je, of niet? Dat, uh, dat schrijf je toch? Aan de boven? Ja, dat was met diskettes. Maar met de floppy kon je die kon je in één keer twee keer zoveel waard laten zijn. Weet je het nog? Je had toch gewoon een soort schuifding dat erop uh, zat? Ja, dat klopt. Dat was met de sketchs. En dan ja. had je die superfloppy dingen. Okay. En daar zat nog zo'n rond ding in. En dat, dat zat daarvoor Maar daar kon je... Er zat een zijkant, een gaatje. En uh, dan stak je hem aan die kant moest je hem erin steken. Maar als je een schaar had, kon je, hem, dan kon je hem omdraaien. En dan had je twee keer de opslag aan En dus, ja, je zat met zijn schaar Echt? in die ja, floppy's En dat vertel je ons nu? <laughs> ja, het spijt me. <laughs> Al <die man>. jaren. <lacht> 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 Ik kom je nu pas tegen. Maar uh, <laughs> terugwerkende oh, kracht. Als ja. je nog een wat tips hebt voor nu, dan... Komt goed, goed, goed. Ja, dan moet je het boek lezen. Hey, um, jongens, welkom in de studio. Um, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Uh, vandaag heb ik uh, Tamo en Jord Wildschut in de studio. Jullie zijn broers van elkaar. En uh, jullie doen iets uh, waarvan ik denk dat het echt super belangrijk is. Want uh, we hadden het uh, in de podcast prep er al even over dat, uh, nou ja. Uh, er gebeurt wat een en ander in de wereld en uh, water. Uh, in de toekomst nog wel eens heel erg belangrijk worden. En uh, dat is iets waar jullie echt uh, heel druk mee zijn. En ik denk dat uh, het veld waar jullie in bewegen voor de toekomst misschien nog wel eens een van de allerbelangrijkste dingen in de wereld kon worden. Want uh, water is toch wel redelijk belangrijk voor ons uh, overleven. Um, dus welkom in de studio. Kunnen jullie misschien uh, de luisteraars even kort vertellen over seawater? Um, wat jullie precies doen en hoe jullie eigenlijk op uh, dit idee zijn gekomen. En dan mogen jullie zelf even uitvechten als broers, uh, wie als eerst mag. <laughs> ja, um, oudste broers, wil beginnen. Uh, nee, het, uh, allereerst dank dat we hier kunnen, ja, kunnen zitten. Welkom. Uh, heel leuk uh, om dit, uh, dit te doen. En uh, helemaal met een je eens dat ik denk dat water een heel belangrijk topic wordt. Steeds belangrijker. Um, ja, waar is het idee eigenlijk begonnen? We zijn allebei fanatieke surfers. Dus we houden heel veel van het water, eigenlijk van jongs af, uh, jongs, jongs af aan. En we waren op een gegeven moment in 2018 waren in Kaapstad voor een uh, surftrip. En uh, toen was daar een day zero. En dat is dus een moment in de toekomst dat uh, de, de, de zoetwatervoorraden op zijn. Mm. Dus echt vrij bizar. Dus toen we daar waren moest je heel kort douchen. Uh, heel erg op je waterverbruik letten. Wat sowieso tegenwoordig op veel plekken moet. Maar mm toen -hmm. waren we aan het surfen en toen beseften we eigenlijk hoe bizar het is. Dat Kaapstad is, wordt natuurlijk omringd door zee. Uh, waar we dus in lagen en van hoe kan het zijn dat je dus op zo'n klein stukje echt waterschaarste hebt. Ja. Um, mijn achtergrond zit in de ontzilting, dus ik heb uh, verschillende plekken in Afrika en het Caribisch gebied uh, installaties gedaan, vooral voor all-purpose water, dus wel van zeewater, dus irrigatiewater maken, zwembadwater. Dus en wat water. en uh, ik was van met Jord. En jouw achtergrond uh, zit natuurlijk in de, de marketing. Je kan ja, dus, natuurlijk het best zelf vertellen. Nee, dus hadden, het gaat altijd zo. Nee, maar we, hadden, we hadden het idee van, uh, als dit, er is gewoon een oplossing voor dit probleem. Mm -hmm. uh, en inderdaad een beetje erin gedoken. En, uh, en als je dan de cijfers ziet, uh, 2 tot 3 miljard mensen wereldwijd die, uh, die kampen met watertekort. Uh, terwijl 70% van het aardopvlakte water is. Ja. Uh, alleen het is het verkeerde water, het is natuurlijk zoutwater. Um, en wij dachten, ja, er is gewoon een oplossing. Dus als je ontzilt uh, zout, zout water, um, nou ja, dan kan je al die mensen in principe voorzien van, uh, van drinkwater, dachten wij. is misschien een hele simpele gedachte, maar uh, soms kan het gewoon zo simpel zijn. Um, en we vroegen ons af: hoezo weet niet iedereen dit? En hoezo doet niet iedereen dit? Gebruikt niet iedereen dit? Um, dus wij wilden eigenlijk de massa bereiken. Um, en uh, dachten dat het het beste kon door een consumentenproduct op de markt te brengen. Mm -hmm. Iedereen die koopt wel eens een uh, flesje water. Um, en als wij nou laten zien dat wij van, van zoutwater, van zeewater, hoogkwaliteit drinkwater kunnen maken. Ja. En daarbij alleen maar gebruik maken van hernieuwbare energie. Uh, en we krijgen dat in de supermarkt. En het ligt naast al die andere wateren die, allemaal, uh, ja. uh, nou, die iedereen al zijn hele leven kent. Uh, dan tonen we daarmee aan uh, dat het soort van de, de, de mogelijkheden eindeloos zijn. We zitten namelijk echt op, op ontzilting. Kijk, wij hebben ontzilting niet uitgevonden. Dat bestaat al 20 of 30 jaar. Maar het probleem is bij uh, conventionele systemen dat ze heel veel energie verbruiken, heel complex zijn, mm -hmm. en vaak ook fossiele brandstoffen gebruiken, veel chemicaliën ook. Dus iedereen die een beetje over ontzilten weet, die zegt altijd. Ja, maar het is toch heel duur, of het is toch heel slecht voor het milieu. En, uh, en wij dachten, als we nou een manier vinden om ervoor te zorgen dat het minder energie verbruikt, gebruik maar van hernieuwbare energie, geen chemicaliën. Mm -hmm. En het ook betaalbaar is. Um, als ze dat kunnen vertellen, dan, uh, dan heb je eigenlijk een uh, ja, goede awareness-campagne. Dus inderdaad, uh, het consumentenproduct. Allebei totaal geen ervaring in de, in de retail of in consumentenproducten. En um, toen zijn we eigenlijk gewoon gestart. Uh, we dachten ook, zo grappig, want veel mensen zeggen: ja, hoezo ben je dan God, in Nederland gestart? Mm -hmm. Want uh, als je naar Afrika gaat en Chili, Peru is veel meer vraag naar water. Wij dachten: als je in Nederland is, het krama natuurlijk een van de lekkerste wereld. Het is het strengst gereguleerd. Dus de regulatie strenger dan in, uh, in uh, dan Europees, Europees level? Um, dus als wij in ieder geval water kunnen creëren, wat dus volgens alle normen en waarden van de Nederlandse, uh, wetge aan de Nederlandse wetgeving voldoet. En we laten ook nog iemand het blind proeven: een, een, een sterrenchef uh, met vergelijking tussen San Pellegrino en Spa en dat mm. soort dingen. Uh, en ze kunnen ons water niet uithalen. Ja, dan hebben we natuurlijk een vrij mooi concept om, het, om onze missie uh, Stim, te, ja. te vertellen. Dus zo gezegd, zo gedaan, gestart, heel veel testen gedaan, vergunning gekregen. En uh, ja, contact met uh, de Albert Heijn gekregen. Die zei hij vindt het eigenlijk wel een mooi concept. En die zeiden op een gegeven moment, van je mag in volgens mij 260, 261 winkels uh, starten. Mm -hmm. Nog nooit iets van tevoren verkocht. Uh, dus uh, ja, toen begon eigenlijk ons, ja. ons avontuur. Mooi, te gek. Ik, ik, ik wil zo dadelijk nog even iets... Um... Dieper in op de uh, technologie die jullie gebruiken. Want uh, je, je stapt er nu zo overheen van ja, dat heb ik opgelost. Dus maar, ik ben benieuwd hoe jullie dat gedaan hebben. Maar ik ben ook wel even benieuwd hoe het dan was om. Um, met z'n tweeën zo'n nieuw concept dan inderdaad in een van de sterkst gereguleerde landen. als het gaat om dat soort uh, producten neer te zetten. Um, wat waren eigenlijk de belangrijkste uitdagingen? Ik denk de belangrijkste uitdaging is dat. Uh, ik je hebt natuurlijk een idee. En, en je voelt gewoon, ja, dit moet gewoon kunnen. Alleen ja. er zijn heel veel mensen die zeggen: van nee, dat is te moeilijk, nee, dat lukt niet, nee, dat, het is toch slecht voor het milieu. Dus je moet echt de hele tijd je eigen idee bewijzen aan mensen. Of het nou aan investeerders is, of het nou aan uh, de overheid is om een vergunning te krijgen. Mm -hmm. um, maar toch, als je het van binnen voelt: van het moet, het moet gewoon lukken, uh, linksom of rechtsom, dan, uh, dan hou je wel die drive om dat, uh, dat te gaan doen. Um, dus ik denk dat. Uh, ja, achteraf, als ik terugkijk, denk ik, oh, het is wel echt mooi hoe we dan daar een plan B hebben gevonden. Want we hadden ook wel wat, ja, wat setbacks, sure. bijvoorbeeld met betrekking tot de uh, tot vergunningverlening. Uh, vergunning we hadden bijvoorbeeld, uh, ja, bij de vergunning, dat gaat dan om het onttrekken, het mogen onttrekken van water uit de Noordzee. Mm -hmm. En uh, het mogen terugvoeren van het iets zoutere water. En dat wordt dan allemaal gecheckt. En, uh, dat We dus zaken. elke keer dat ik op het stand aan het spelen was met mijn emmertje en schepje was ik eigenlijk in overtreding. Want ik had de benodigde. Ja, als jij geen begin ja. <laughs> <laughs> Maar de grote vraag is, was jij dat water aan het doorverkopen? Dan had je wel een. Uh, nu moet je eerlijk zijn. Komt, ja, komt <lacht> <uit>. <lacht> en nee, dus dat wordt allemaal goed, uh, uh, goed, uh, goed gereguleerd. En um, ja, voor ons was die vergunning natuurlijk van essentieel belang. En dat wij op een gegeven moment, uh, toen kreeg ik een telefoontje van. Uh, nou weet je, helaas, uh, jullie hebben de vergunning niet, uh, niet gekregen. Maar toen hingen ze weer op de vergunningverlener. En toen belde ik Jort op en zei ik van, ja, weet je, we hebben zo'n plan, we hadden investeerders, al opgeleid, uh, al gesproken, maar het gaat niet lukken want we hebben geen vergunning. Mm -hmm. En uh, toen uh, werden denk ik vijf minuten later teruggebeld en toen zei die man, nou, ik zat in het verkeerde dossier te kijken. Je hebt de vergunning toch uh, gekregen. Madden... <laughs> ah, dus dan zit je wel een beetje van. En ergens zit je in die vijf minuten niet van. Ah, dit is het einde, wat gaan we doen? Of je gaat huilen, maar het is echt van, oké, okay, dit kan niet. Er moet een andere manier zijn. En dan gelukkig word je dan toch na vijf minuten teruggebeld. Ja. Um, en als we niet waren teruggebeld, hadden we ook wel een andere locatie, denk ik. Of een ander ja, land. Ja, okay, oké, of... ik bedoel, dan gaan we naar België. Ik bedoel, uh, dat is dat. Ik bedoel de smeerkurslijn in de wereld, uh, jongens. Dit exact. komt wel goed. Het ja. we is allemaal ja. dezelfde plas in principe waar we uit aan het poppen ja, zijn. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> <laughs> het was wel ergens te fixen, dit. Ja. Ja. Maar uh, gelukkig toch nog uh, ook van de naald, dit. Ja, Want als je zijn fout niet had geconstateerd. Ja, dan denk ik dus inderdaad dat een plan moeten gaan maken. Of misschien inderdaad naar een ander land. Of uh, ik weet niet, dan gaat volgens mij ook weer per, uh, per gemeente gaan. Of dat je misschien uh, ja. wat afzakt richting Rotterdam. We hadden wel meer opties voor andere. Nou, zijn, we zijn wel echt de kust afgegaan en gekeken van wat is, een, wat is de perfecte plek voor onze installatie. Ja. Maar ja. ik weet nog wel aan het begin dat, dat ik ook dacht van die vergunning, dat wordt wel echt een, een hele lastige als je dan hebt over wat zijn, wat, wat zijn dan de grootste uitdagingen. Maar ik heb ook ik heb een achtergrond in marketing. Dus ik kijk ook iets meer. Ik zie dan het hele vergunningstraject als een, als echt een soort van blok. Uh, maar Tamma had daar al ervaring mee. Dus dat scheelt natuurlijk ja. wel met het um, werk daarvoor. Uh, dus die zei, nee hoor. Die vergunning, dat komt uiteindelijk wel goed. Dus dan nou ja, uiteindelijk komt het ook goed. Ja. Dus dat scheelt wel. Hey, en als gedegen uh, marketeer had jij natuurlijk ook uh, keurig je slot hier gemaakt en zo. En uh, toen keek je even naar de competitors in de business. En uh, toen dacht je, oh ja, er zijn al een paar lui die hebben dit ook geprobeerd. Uh, maar zijn of niet zijn. Niet zo goed als wij, want ik zei het. Of uh, zijn gefaald, want andere redenen. Wat, uh, wat kwam je daarin tegen? Dus... Nou, het interessante is dat, um, dat er eigenlijk nog niet echt partijen waren die exact deden wat wij deden. Okay. Um, dus je hebt in het buitenland zijn er wel partijen die ontzilt zeewater uh, verpakken in een uh, zit in een plastic fles. Alleen is dat uh, wat Tammen net al even uitlegde via de traditionele ontzilting. Dus uh, het hele verhaal met uh, energie intensieve installaties fossiele brandstoffen. Um, dus dat hele aspect dat die duurzame ontzilting dat dat zag ik nog wel echt als een grote USP die wij konden inzetten. Mm -hmm. uh, die ons wel uh, echt heel erg anders maakt dan andere partijen. Um, en zo zaten op een aantal. Ja, bijvoorbeeld uh, nu dat wij in, in blik zitten, er zijn natuurlijk, uh, er zijn ook partijen water in blik. Uh, er zijn natuurlijk gewoon überhaupt verpakt water. Dus we zitten. We concurreren natuurlijk wel op, op sommige vlakken met andere partijen. Mm -hmm. Maar er is eigenlijk niet één partij die precies doet wat wij doen. Dus uh, daarom uh, op die manier dacht ik altijd wel een, uh, onderscheidend genoeg te zijn dan, uh, dan de rest. Ik snap het. En uh, wat zijn, uh, wat zijn uh, uitdagingen? Maar wat zijn problemen waar zij tegenaan zijn gelopen? Um, Waarvan jullie dachten ja, ik zie het, maar gaan wij op deze manier oplossen? Nou, um, ik denk dat als je specifiek wat, wat wij het heel interessant vonden, dat, dat bedrijven die, die ook water, iets met ontzild water doen, die blijven wat heel ver weg van het ontzild water noemen. Um, en er, wordt altijd, er worden altijd termen als purified tegenaan gegooid of, of gewoon gefilterd uh, of... Mm -hmm. Maar er wordt uh, uh, alles gezegd, uh, behalve te benoemen dat het ooit zeewater was. Mm -hmm. En wij dachten, eh, maar kijk, dat is precies hetgene dat het zo vet maakt. Um, uh, en uh, dat was ook precies de reden waarom we het merk seawater hebben genoemd. En er zijn ook nog mm -hmm. wat andere namen in de revue gepasseerd. Maar we dachten, je moet het juist seawater noemen. En tuurlijk, de oh, dit, ja, er, zal, er zal een groep zijn die zegt... Oh ja, kan je dat wel drinken, uh, is dat niet zout of uh, weet ik veel, zit er niet van alles in. Maar juist dat het schuurt en dat het gesprek er is, dat vonden wij heel interessant. Ja, ik dacht juist, yes, eindelijk, daar is het. Het is dus blijkbaar rendabel genoeg om in de winkel te leggen. Ja. He he, die technologie die vordert, deze gast, moet ik... Dus dat was ja. geniaal. Ja. Heeft je een uh, gesprek bij de eindbaanspodcast? Ja. Ja. Dat was onze missie eigenlijk. Ja, 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 ja. dat was pakker. de enige ja. reden. Uh... Ja, maar dat vond ik ook mooi. Dat dan heel vaak ook mensen zeggen... nee, maar dat, dat is toch veel te duur? Oké, okay, maar hoezo zouden wij in godsnaam... nu een product hebben opgezet... zeg maar een heel businessplan hebben gemaakt... voor iets wat, wat niet zou werken? Dat zou natuurlijk... ja. Het is heel lief dat mensen zo met ons meedenken... Nee, nee. Nou ja, even terug naar waar we voor de podcast kort even over spraken, kernfusie. Dat is ook zo'n technologie, daar hebben mensen het natuurlijk al heel lang over. En dat, dat zijn van die dingen die dan, ja, dat was er vroeger en uh, dat is nog steeds er niet en zo. En dat was ook een beetje met die desalinatie technologie, ook in mijn perceptie. Zo van, ja, uh, ik, ik herkende het is te duur ja. uh, en daarom, het is niet rendabel en ja. uh, de drinkkwaliteit is gewoon minder. Nou, oké. Okay. Ja. Maar toen zag ik dit, dus ik dacht, oh, wacht even, nee, natuurlijk, dat is net als telefoons, dus dat ontwikkelt gewoon door. Ja. Dus er zijn nu nieuwe inzichten in de technologie. En laten we het daar eens over hebben. Want um, ik heb een paar dingen gelezen in mijn voorbereiding... waar ik echt helemaal niks van snap. Dus misschien kun jij me helpen. <laughs> <laughs> um, want jullie gebruiken iets en dat heet omgekeerde osmose. Klopt. Ja, om uh, jullie water te ontzilten. Um, wat is omgekeerde osmose precies? En hoe is dat anders dan wat er eerder werd gebruikt? Wat erbij... Omgekeerde osmose gebeurt is, uh, je hebt filters. Heel simpel gezegd, en het water duw je door de filters heen. En dan aan de ene kant van de filter haal je echt schoon water over. Ja. alles wordt uitgehaald: mineralen, uh, virussen, bacteriën. Um, en, uh, en aan de andere kant hou je dat dus over. Dus dat moet je dus eigenlijk terugvoeren, uh, de zeeën. Um, dat proces om het water door zo'n filter heen te duwen, want het zijn natuurlijk hele kleine, uh, kleine gaatjes, dat kost heel veel energie. Dus dat gedeelte is eigenlijk het omgekeerde osmose. En, en wat wij in het proces doen, dat bestaat eigenlijk uit drie stappen. Dus je hebt eigenlijk de voorbehandeling, je hebt de kern, dat is het omgekeerde osmose, en je hebt de nabehandeling. Mm -hmm. De voorbehandeling zijn eigenlijk alleen maar stappen om ervoor te zorgen dat het water. Zodanig goed is om door de filters heen te halen. Dus dat zijn eigenlijk een groot filter, iets klein filter, iets kleine filter. We halen de grote brokjes, de chunkies, de aardappelen. Ja, zodat de de het door de filters heen kan en niet alles loopt. Ja, Precies. Ja. Ja. Dus ja, je probeert, probeert het zo schoon mogelijk door, de, door het uh, reversals osmosis systeem uh, te, ja, te, te, te flowen. Mm -hmm. En vervolgens blijft dus water over waar dus niks in zit. En dat, dan gaat de nabehandeling in en daar uh, laten we dus langs natuurlijke mineralen lopen. Want de smaak van ons water, dat krijg je natuurlijk door het magnesium, door het calcium, door de mineralen die erin zitten. En dat gedeelte is dus vrij specifiek. Dus daar kunnen wij mee spelen en voor zorgen van, oké, okay, hoeveel mineralen heeft het? Ja, bijvoorbeeld uh, Spa, uh, ja. wel bekend, uh, heeft uh, heel weinig mineralen. En er zijn andere merken die we heel veel hebben en dat heeft ook te maken met uh, de smaak. Je hebt ja. zelfs uh, ja, echte waterconnoisseurs, dus die kunnen dus de, de smaak van het water, van verschillende watergoed. Dit komt uit de sloot uit Schotland. Wat zeg je? Dit komt uit de sloot in ja, Schotland. Ja ja ja, 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 ja. Wel. Een hele goede sloot. een <laughs> hele chique sloot. Ja, um, uh, ja en, en daar hebben we dus al die testen mee gedaan. En vervolgens hebben we gekeken: oké, okay, wat zijn de minerale content die we graag willen hebben? Mm -hmm. En wat uh, valt er binnen de uh, verplichtingen vanuit de, uh, vanuit de wetgeving dat het uh, ja, wel de markt op mag als consumentenproduct? Ja. Um, ja, dus dat is eigenlijk in een vogelvlucht een beetje wat, uh, hoe het proces uh, uh, werkt. Ja. En um, als je kijkt naar die uh, filters, een van de dingen die ik las, vond ik ook zo'n woord, semi-permeabel membraan. Klonk echt fucking fancy. Um, <laughs> maar, maar toen moest ik denken aan iets. Ik heb ooit een keer uh, vanuit een soort... Uh, uh, het hiken uh, had je van die waterfiltratiesysteempjes. En uh, wat ze daarmee heel trots op waren, is dat hun filters een soort uh, nanotech in zich hadden. Want die... Die gaatjes waren zo klein, daar konden dus allerlei bacteriën en dat soort dingen uh, niet doorheen. Ja. Dat, dat is ook in de orde met een, met een dergelijk Precies. membraan. Is dat, is dat ook nanotech? Of? Klopt, ja. ja dus, dus ze zijn inderdaad zo klein, die filters, uh, dat dus de virussen en bacteriën er niet doorheen komen. Wat wel voor ons natuurlijk heel belangrijk is, want wij willen ook actief zijn in verschillende landen waar het een stuk warmer is. En uh, dat wij dus in een nabehandelingstap hebben wel extra uh, filterstappen toegevoegd, uh, bijvoorbeeld UV-technologie, om ervoor te zorgen dat dus, als er dus toch bacteriën zijn die er op de een of andere manier inkomen, dat die ook verwijderd worden. En wat gewoon heel belangrijk is uh, in onze sector, is dat er overal kwaliteitscontroles zijn. Dus we nemen altijd watertesten, we monitoren de kwaliteit. En op het moment dat de kwaliteit niet goed is, dan gaat het water ook niet door. Dus bijvoorbeeld in het systeem zit ook ingebouwd een, uh, een zoutgehalte meter. Op het moment dat het zout te hoog is, dan stopt het systeem. Dus het, als, als je iemand hebt, een vriend of zo, die zegt, hé, hey, het smaakt wel echt uh, zout. Uh, ja, dat lijkt me heel sterk. Want uh, het wordt bij ons helemaal gereguleerd dat het dus niet. Uh, dus dat is een heel mentaal ding. Ja, dat lijkt me meer uh, iets <laughs> een soort, soort placebo-achtig ja, uh, dingen. Placebo <laughs> maar wij, um, uh, nee, wij worden ook wel streng naar ingereguleerd. Dus dat is heel belangrijk. Ja. dat goed uh, geregeld hebben. Snap ik. Ik heb een keer een meneer gesproken in deze podcast. Dat is ook eerlijk bij Hij was wel een klein beetje in de. Een beetje in de Conspiracy Hoek. Sven Hulleman. Um, en uh, die vertelde mij over. Hij zo: Jo. Ik drink eigenlijk geen kraanwater. Want uh, in dat proces gebruiken ze chemicaliën. Uh, en die gooit een mannetje in die containers. In een soort marspak. Want dat mag je niet met z'n blote handen aanraken. Want dan gaat hij hartstikke dood. En jij drinkt dat. Uh, het is te dunt, natuurlijk. Maar jij drinkt dat. Um, Gebruiken jullie ook dit soort chemicaliën? Uh, zit hier een kern van waarheid in? Lopen jullie echt met van die pakken rond? Uh, hoe gaat dit? <laughs> nou, nee, ik denk dat dat juist ons ook onderscheidt: is dat uh, wij die chemicaliën ook tijdens productie niet, uh, niet gebruiken. Uh, dus je ziet ook dat. Um, het afgevoerde water, dat heet dan de brine of pekel. Dat hoor je ja. ook al mensen die zeggen van, ja, maar er komt er heel veel pekel en brine. Daar kom ik zo op, ja. En, <laughs> uh, nou, misschien loopt het dan een beetje ver. Beetje nee, nee, maakt niet uit. Maar daar, uh, ja, die, al die chemicaliën, die moeten dan ook afgevoerd worden. Dus die worden dan vaak via de, de brine worden die dan teruggevoerd in zee. En daar heb je zeg maar het, het grote probleem. Maar omdat wij die chemicaliën niet gebruiken, kunnen wij veel schonere brine terugvoeren. En wij hebben dus uh, onafhankelijke partij uit Delft. En die heeft dus allemaal metingen gedaan op onze locatie. En die heeft dus geconcludeerd dat onze dus geen negatieve impact heeft. Dus dat het zoutgehalte wat wij terugvoeren de zee in uh, ook valt binnen natuurlijke fluctuaties van de oceaan. En dat is natuurlijk heel mooi dat we dat kunnen aantonen. Dus op alle plekken waar wij ons systeem plaatsen, of het naar Marokko is of het Caribisch gebied, laten wij onafhankelijke onderzoek doen. En echt aantonen van uh, ja, de manier hoe wij het proces doen heeft geen negatieve impact. Want anders dan... Ja, anders, dat is make sense uh, als je aan de voorkant een heel mooi product mm. neerzet en aan de achterkant, uh... ja, kun je niet iets met dat? Zat ik me ook af te vragen in de prep? Dat is een van de vragen die ik een stukje verderop had. Het allergeniaalste zou zijn als je iets kunt verzinnen wat je met die brand kan doen, wat gewoon waarde heeft. En wat is dat? wat kan je het niet in landbouw gebruiken voor ja, iets we, of zo? Nou ja, je vult hem nu al in. Ja, 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 echt, echt? ja, ja, ja. ja, ja. gaan doen. Ja, 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 ja. We, zijn, ja, uh, we zijn nu ja, we zijn, uh, ja. dat, is, dat is vrij. Uh, Primeur. Um, maar wij, um, <laughs> wij hebben natuurlijk ook gekeken naar wat, wat kunnen we nou met die brine doen. En het systeem wat, wij, wat bij mij bestaat is een vrij klein systeem. Dus heb je ook, uh, wat we daar doen is wij verdunnen, um, uh, wij verdunnen de brine. Dus eigenlijk kan je niet zo heel veel met die, met die brine. Nee. Um, maar we hebben nu een, uh, een partner gevonden. En wat we daarmee doen is dat uh, de brine die kunnen wij um, verdampen op een duurzame manier. Dus ja, zogenaamd ja. van zonne... zonne en uh, die, brine, die partner die verkoopt die brine aan bepaalde sectoren. En dat is commercieel ook heel interessant. Dus die verkoopt het aan de cosmetica-industrie. Uh, die verkoopt het aan de, aan de AGI. En die doet dat al. En wat dus interessant is, is dat wij ontzilten nu het water. waarvan ongeveer 30% drinkwater wordt. en 70% is brine. Dus eigenlijk van elke liter water. En dan, uh, dan houden we maar ongeveer 300 uh, milliliter aan drinkwater over. Ja. Maar wat we dus. Nu gaan doen is dat we het gaan omdraaien. Dus wat je doet is van elke uh, liter water gaan we 80% wordt drinkwater. En dan krijg je dus een hele geconcentreerde brine. Ja. En dat kan je eigenlijk niet uh, wegvoeren, want dat staat niet binnen ons vergunningstraject. Um, maar wat we dus doen met die hele geconcentreerde brine is die verdamp je. En dan hou je dus een product over wat je dus kan verkopen aan, um, aan bepaalde sectoren. Ja, oké. Okay, maar dan zit ik met één dingetje nog. Um... Microplastics, Miffelquick en pcb's, zitten die dan nog wel in je brine of heb je die dan een soort van uitgehaald? Ja, dus hoe dat proces, want we hebben die part net gevonden. Ja. Uh, 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 kijk, dat water, dat microplastics, dat komt sowieso niet in het water, dus dat blijft inderdaad in de, in de brine. Ik heb zoveel artikelen, niet in jullie water, bedoel je? Nee, nee, niet in ons water. Ja, wat in de zee zit nee, nee, volgens mij nee. best wel veel. Ja, uh, <laughs> ja, nee, oké, okay, ja. Nee, nee, zeker. Nee, zeker. En... Uh, uh, nee, dus, dus dat, dat zou het mooiste zijn als je, als, als die inderdaad, uh, als je de, uh, er nog een stap tussen zit, dat je die microplastic weer eruit kan halen. Ja, want anders ga de... je misschien op je land gooien, wat in de zee zek, ja ik weet het niet, maar als je het kan zeven of zo. Ja. Ja, als je er toch iets van een mest van kon maken, want dat is fertilizer, dat is ook ja. zo'n product wat belangrijk wordt in de toekomst. Ja. Of iets met uh, dat je kan bij van de bij de welkoop, kun van die producten kopen, zoals fosfor en zo, om de, om de grond uh, bepaalde baardes te geven. Ja. Misschien dat je het voor zoiets kunt gebruiken. Weet je wat ze ermee gaan doen bij Agi? Nee, ik denk dit soort doeleinden. Ik had wel begrepen dat zij het ook voor de pharma gebruiken, voor bijvoorbeeld neusspray en zo. Dat is een hele grote vraag. naar Goed, dan wil je inderdaad wel je microplastics... ja, zeker. Het is toch op een gegeven moment, zeiden ze, dat je toch een creditcard aan plastic per jaar of zo in je lichaam krijgt. Vond ik dat wel mooi. Om um, um, um te visualiseren wat je gewoon aan plastic ja, binnenkrijgt. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik denk dan, uh, ja, dat is waar. Dat is een zeer um, onprettig idee. Maar de is ik las ook dat er een, uh, een hele thriving uh, uh, fungus is in de Atlantische Oceaan bij de Barrier Reef. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja. Er, er is een soort bacterie die thrive nu op, ja. of op plastic. Dus dan denk ik, ja. nou, misschien kunnen we dat ook wel weer gebruiken om die uh, microplastics straks soort van op te lossen in onze lijf. Het zou bijna asociaal zijn om de microplastics uit de oceaan te halen, want heeft die bacterie niks meer. Ja, is een beetje ja, het ecosysteem aan <laughs> het ja, weet je wel <laughs> Kan het dan nooit eens leuk zijn. Ja. 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 Mooi. Nee, ja, maar dat voel ik we. me dan nog even af met die brine inderdaad. Oké, okay. check. Um... En wat ook wel goed stond te zeggen zat, kijk, uh, op dit moment... Uh, stoppen wij alle microplastics, dus we, dat zit natuurlijk niet in ons, uh, in ons water en dat voeren wij ook terug. Ja. Ik weet nog wel in het, uh, in het verleden dat we een keer een journalist spraken en zei: Oké, okay, wat gebeurt er met die microplastics? Zeiden we ja, dat, dat filteren wij eruit en dat wordt terug voor de zee in. Want eigenlijk alles wat wij uit zee halen, dat voeren wij ook, uh, ja. voeren wij ook terug. Zei ze Nou, nou, maar, maar moeten jullie inderdaad niet, uh, niet opruimen? Um, en dat, uh, kijk, wij nodigen heel graag uh, andere partijen uit om daarmee samen te werken. Maar ja, ons, onze business is echt het maken van zeewater naar drinkwater. daar hoogkwaliteit kwaliteit voor maken op een duurzame manier. Um, maar dat is natuurlijk een ander probleem. Dus wat, wat wij zelf... Ja, daar um, moeten we een andere specialistische club op Ja, dus, 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 daar nee. willen we graag mee samenwerken, maar ja, wij kunnen niet. Hey, uh, wat nou als je die Brian ergens neergooit een tijd en je laat die vingers erop los? En als die uh, zes maanden zijn ding heeft gedaan, munch, 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 alle microplastics eruit. Klasse. Ja. En dan, ik, dan heb je het gefilterd op de... Ik heb nog iets biorganisch gedaan ook. Misschien produceren <laughs> ook nog wat zuurstof, weet je wel. Ja. <laughs> ja. Zou mooi zijn. ja, ja. ja. Nou ja. ja uh, jullie mooi. kennen de mensen, zet het idee eens tussen hun oren. Misschien kunnen ze er iets mee. Ja. Um, Oké, okay. nog een klein beetje techniek als je het niet erg vindt. Um, want een ander onderdeel binnen uh, het ontstelten is natuurlijk hoe je met je energie omgaat. En het verhogen van energieefficiëntie kan je op een paar manieren doen, waar je het vandaan haalt, maar ook hoe je met de energie omgaat. En toen stuit ik op iets, dat uh, Energy Recovery Devices. Ja, wat zijn dat? Klinkt fancy. <laughs> ja. Klinkt heel fancy. Um, <clears throat> nou, de Energy Recovery Devices, eigenlijk, zoals de naam het al zegt, is dat je dus uh, uh, ja, de, de energie recovert. En dat uh, zijn eigenlijk een, ja, het is eigenlijk een klein compact systeem wat je op de pomp, uh, de pomp monteert. En wat het unieke is bij ons, is dat voor de kleine systemen wordt dat nog heel weinig gebruikt. Dus de echte allergrote systemen, die maken wel gebruik van zo'n energy recovery uh, device. En wij hebben met de leveranciers, met wie we samenwerken, ja, het eigenlijk mogelijk gemaakt dat het binnen die kleine systemen gebruikt wordt. Um, wat je, de energy die je eigenlijk recovered is de stroom van de brine. Dus wat je doet, is de stroom van de brine, daar zit natuurlijk ook allemaal energie in, die voer je terug, het systeem erin. En daardoor heeft het systeem minder... Wacht even, brine, ik zie dat als een soort bruine Goe. Hoe zit daar stroom in? Nee, het is niet een, uh, dat is gewoon het afvoer... Water. Ja, dus. Uh, het... Omdat oh, het spoelt bedoel je? Dat, dat het, het beweegt? en beweging. Ja. Dat kun je weer pangen. je zet een Dus je, je, je voert het eigenlijk weer ja. terug juist, in, het, uh, in, het, uh, in het systeem. Nu ben ik er weer. Ja. Ja, okay. ja, ik heb ook een beetje natuurkunde gehad. Ik dacht, maar dit ja, gaat ja, toch. Die... Ja. <laughs> Entropie is toch een ding, weet je wel? Ja. <laughs> um, nee, dus dat is. Uh, en, en dat is natuurlijk heel interessant om te zien, want doordat wij dus minder energie verbruiken, kunnen we dus ook. Ja, is de investering ook minder, want je hebt minder zonnepanelen nodig, mm. je hebt minder batterij nodig. En we kunnen het water dus ook een stuk goedkoper aanbieden. Dus als je kijkt, we hebben, ik heb in het verleden een project gedaan op Curaçao. Curaçao is een van de plekken waar het water het duurste is. Volgens mij heb je 5 euro per kub per duizend liter. We konden daar een systeem neerzetten met zo'n energy recovery device. En dan konden we het aanbieden voor volgens mij 80 dollar cent. Dus die, die locaties daar, die hotels, die konden ongeveer 80 tot 85 procent uh, uh, ja, korting besparing halen op hun waterkosten. En dat is natuurlijk heel erg uh, een heel erg interessant uh, model. En als je dat ook nog kan integreren met zonne-energie of met windenergie... Ja, nee, 100%. Dan uh, is het cirkeltje compleet. Uh, hoeveel, hoeveel procent van de ingezette energie kun je ongeveer recoveren dan? Als je 85% kosten kunt realiseren, mag ik dan ook zeggen dat je 85% van je energie gewoon weer terugpakt? Ja, dus we hebben bij, eigenlijk bij ons het ongeveer 70 tot 75%. Uh, wat wij uh, efficiënter draaien dan, uh, dan conventionele systemen. Uh, wat is de architectuur dan? Want wordt die gewonnen energie direct weer teruggevoerd in een systeem dat toch al staat te draaien? Of ben je in staat om het ergens op te slaan? Want... Nee, dat, dat, dat gelijk staat te draaien. Dus het is niet, ja, okay. uh, het is niet dat we het, dat nog apart ergens opslaan. Dat zou namelijk helemaal fijn zijn. Dat ja, heb wel een goed idee, helemaal. Ja. 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 Ja, ik nou, heb van joe nou, gesproken die mij ook hebben uitgelegd dat zodra we echt de goede batterijen hebben, ja, dat ja. waterenergie veel, want al die zeeenergie ook kunt opslaan. Dan heb je nou zo'n gigantische batterij staan waar je gewoon een jaar versprenkelinginstallaties uh, of uh, waterfiltratiesystemen van kan laten draaien. Maar ja. het probleem met onze batterijen is, ze kunnen nog niet zo lang zoveel opslaan. Ja, dus. dus daar moet ik een beetje aan denken als ik dit hoor. Ik denk, ja, dat moet je gewoon... Uh... Je hebt wel partijen die, uh, volgens mij zag ik nu een bedrijf en die gaat ook op de energie van de golven. Ja. Uh, zijn die ook. Uh, ja. Ja. Dus we dachten, ja, hoe tof zou het zijn als je met zo'n partij kan samenwerken en dat ze dus bij zo'n locatie de energie vanuit de golf halen. Ja. Op duurzame energie. Maar, want vertel eens, wat Smart zegt, het is allemaal gewonnen uit uh, uh, duurzame bronnen. Hoe garandeer je dat? Want ik kan ook zo'n groen contract afsluiten en dan uh, is het deels door <coughs> windmolentjes, Er staat één windmolen op en vijf kolencentrales en nou is ja, het ineens ja. groene shit. Um, hoe, hoe borgen jullie dit? Ja, dus. Het systeem dat wij naar mij hebben bestaan, dat draait volledig op onze eigen panelen. Ah, ja. top. Ja, en we, ja. hebben nu, we hebben, kunnen ook aantonen dat wij eigenlijk meer energie hebben opgewekt, zelfs in Nederland. En teruggeleverd hebben aan het net, dan Moet dat wij verbruikt he? hebben. Ja, 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 ja. Heeft een ja, Heel ja. slecht voor de business case. Ja, wij ook thuis. Dus wij hebben nu alles aanstaan. koelkasten ja, ja, ja. weer open, weet je wel. hier ja, ja, ja. energie. Ja, 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 dat is dat wat is. je krijgt. Ja. Ja. Nee, dus uh, ja, wij werken wij, wij onze eigen energie op en dat, uh, dat gebruiken wij... Uh, gebruik weer ook. Uh, we hebben wel nog een backup um, voor, voor windenergie uh, bij een wind, windpark. Maar uh, ja, het hebben we vast nog niet nodig gehad. Dus ja, dat, uh, wat, wat kun je me vertellen over uh, energiewinning met, uh, met zonnetechnologie? Want dat is ook typisch zo'n ding waarvan je in het begin van. Oh ja, nou, je moet maar kijken of het rendeert. En nu rendeert het te veel. En we zijn Het geeft scherm, maar we zitten op dit moment in de geschiedenis op het punt dat je gewoon moet gaan betalen als je stroom teruglevert. Ja. Dus ik hier, ik geef ja. iets en dan moet ik nog voor afrekenen met je ook. Ja. Dit is heel raar, jongens. Um, maar even los daarvan, uh, wat kun je me vertellen over die technologie? Hoe zetten jullie dat in? Wat, wat voor sprongen heb je daar gezien? Ja, dus eigenlijk voor de... Uh, wij hebben niet hele uh, unieke of USP met onze zonnetechnologie. Dus wij maken wel gewoon gebruik van de laatste uh, batterijen en zonnepanelen. Um, dus ja, eigenlijk houden we natuurlijk wel een beetje die ontwikkeling in de gaten. Als er iets, iets nieuws komt, ik weet dat... Uh, volgens mij Tesla die was met wat nieuwe dingen bezig. En we kijken dan wel, oké, okay, wat is dan... Uh, qua investering nog het beste en qua, qua ja. winning. Alleen um, ja dat, voor dat gedeelte daar zijn wij voor de rest niet uh, volledig op gefocust. Uh, nee, okay. Ja, maar we, want volgens mij is je installatie op dit moment ook nog zo overzichtelijk dat je ook nog een beetje kan experimenteren met nieuwe ontwikkelingen daarin. Zeker. Ja, ik zag laat van die strips kun je gewoon op je muur plakken. Dus niet meer van die grote dikke dingen. Dat, dat kun je ja? over, ook over ramen en zo is het idee dat je dat als een soort film kunt doen. Dus dan kun je ook ramen ineens stroom laten maken. Ja, dus dat soort dingen zijn extra ja. interessant, ja. ja, 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 ja. ja, wat natuurlijk wel interessant is. en dat dat uh, we zijn niet afhankelijk van alleen maar deze techniek. ook we kijken ook met op het gebied van reversals Moses, als er nieuwe ontwikkelingen zijn met de leveranciers met wie we samenwerken of we dat kunnen integreren om het om ja echt nog optimaler te, te maken. Ja. wat wel zo is is wij willen het systeem ook uh, vrij simpel houden en niet uh, heel complex. dus op het moment dat wij in het buitenland systeem plaatsen dan willen we ook de lokale bevolking daar trainen in het gebruik van het systeem. En het overzichtelijk houden. Dus het heel een balans zoeken: hoe kunnen we het zo efficiënt mogelijk doen? Natuurlijk zo duurzaam mogelijk. Mm -hmm. um, geen chemicaliën, gebruik maakt van uh, ja, oneindige bronnen. Um, maar ook wel dat we het goed houden om het mensen te laten trainen. En dat ze het overzicht gaan dat ze het goed kunnen begrijpen. Ja, nou ja. Er zit een soort balans in. Luister, ik weet niet hoe arbeidsintensief het is, maar als je een grote installatie moet draaien, zal er sowieso personeel iets moeten doen. Misschien ook wat iets met werkgelegenheid of zo weet ik wel. Je kan er weer allerlei uh, uh, met het restproduct, allerlei industrieën tegenaan zetten. Dus, uh, wie weet. Um, ja, interessant. Eén ding wil ik nog even weten. Um, ik vond het interessant dat jij, oké, okay, we, we gaan het maar gewoon in Nederland doen, want Nederland is een moeilijk land. En ik heb vroeger een supplementenwebshop gehad en ik heb supplementen gemaakt in Nederland. En dit kan ik beamen. De Nederlandse autoriteiten, de voedselwarenwet, die. Ja. Uh, wat was het? Nee, NVWA, Nederlandse ja. voedsel- en warenautoriteit. autoriteit. Ja, die kennen we ook. Ja, die ja, kennen we, we ook. Ja, 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 ik heb wel eens, uh, een interessant gesprek met zo'n uh, instructeur gehad. En bij ons in de sector was het: uh, je mocht niet zomaar claims op je website zetten. Dus uh, als een supplement goed was voor slapen, dan mocht je niet zeggen goed voor slapen, dan mocht alleen maar bevorderd mogelijk slaap. Ja, ja. Zul ik maar ja. enigszins anders, dan had je meteen een brief. en Pas op. Ja, ja. <laughs> streng je, jongens. Ja. Um, en ik was wel even benieuwd naar nou, hoe dat eruit heeft gezien. Uh, dat was natuurlijk ook nieuw voor hun. Ja, het is grappig, want wij, wij vallen ook niet in de standaard mineraalwatercategorie. Dus nee. als je ook uh, de wetgeving op het gebied van mineraalwater is ook minder... Oh, we gesproken, jongens. <laughs> Lekker. Um, is ook... Uh, Minder streng dan kraanwater, dus vandaar dat wij ook het kraanwaterreglement volgen, okay. ik maar, zou het ja. Zeggen. Ja. maar het NVWA kennen wij zeker. Dus uh, wij wisten ook dat, er een, uh, ja, dat als we dit gingen starten, dat we met hen moesten checken, okay, hoe zit het allemaal. En dan um, het is natuurlijk de kwaliteit van het water is heel belangrijk, want we moeten aantonen welke tests er allemaal gedaan worden, ja. periodiek testen. Uh, maar daarnaast is ook uh, het NVWA, uh, die checkt ook de labels, dus wij dachten van ah, oké, okay, dit kunnen we erop zetten, we hadden een beetje de markt gekeken. Ja. Maar dan op een gegeven moment vinden ze ook wel dingen van hè, maar dat mag je inderdaad niet zeggen. Ja. En precies met jouw supplementen-claims uh, claims met water moet je ook goed opletten dat je het allemaal precies volgens de. Uh, wat mocht je ze niet zeggen? Kan je dat nog zeggen? Dat mogen we niet ja. zeggen. Ja, dat, dat, <laughs> ja ik weet, ik nee. dat zeg maar. Ja, nee, maar wat, we, bijvoorbeeld wel, uh, wat, ik, wat ik nog steeds een, een gekke vind, maar we zijn nu ook met, met de Amerikaanse markt uh, ...hebben daar hetzelfde. Maar dat, je, dat zijn uh, nutrition's die erin zitten. Nou, die, die ken je natuurlijk dan ook. Uh, maar die er in, um, in water zitten. Um, en, die, um, uh, um, en de voedingswaarde. Alleen dat ze op water is dat natuurlijk allemaal nul. Ja. Dus niet je mineralen. Dus je mineralen, die, die hadden we allemaal netjes genoemd. Maar wij moesten ook zeggen: vetten, suikers. Maar we maken water. Zeg maar. ja. Dus dan zou je zeggen: ja, dat is allemaal nul. Dus moet je, maar dan moeten we dus heel expliciet op. Um, want dat komt. Uh, normale waters hoeven dat niet te doen. Maar omdat wij ons water helemaal leeg trekken en wij remineraliseren het water, na in dat hele uh, proces wat Tom heeft uitgelegd, op een natuurlijke manier loopt het water langs die mineralen. Maar dan zien zij dat als je voegt er mineralen aan toe. Ja. Dus wij voegen er iets aan toe aan ons water. Dus het is niet alleen water, maar het is water waar iets aan toe is gevoegd. Eigenlijk best wel grappig als je erover nadenkt. We hebben zoutwater, dat halen we het land op. Dat maken we niet meer zout. En dan vervolgens maken we het weer zout. Want, ja. Ja. <laughs> dan wordt het toch lekker. Ja, is, is dit lekker? Nee, nee. Ja, ja. Okay, ja, en dan toch lekker. Ja. Nee, uh, nee, dus, uh, dus nu. Uh, maar, maar wat ik al zei, dus op de Nederland valt het dan nou op zich wel mee hoe groot het erop moet. Maar op een, uh, op een Amerikaans blik, dat, is, dat, dat, dat neemt toch zeker een kwart van je, van je blik over waar, uh, waarop staat dat er niks in zit. Ja, we zitten nu ook in zo'n uh, fda approval um, procedure, dus dan wordt inderdaad alles soort van de Amerikaanse MVWA, wordt, wordt alles ja. en ja, ja, ja. Ja. en dan wordt alles uh, ja tot in detail uh, gecheckt en ja, uh, dat ja is zo belangrijk omdat. Uh, jongens, maar ik moet tegelijkertijd ook wel uh, even voor ze in de bres springen hier, want ik had wel echt een hele getapte uh, chille inspecteur die, die ons ook wel echt de kans gaf als bedrijf om uh, bij te draaien. Dus het ja, eigenlijk ben je een overtreding, maar we gaan je gewoon even advies geven hoe je dit beter kunt doen, want we willen de ondernemers ook niet meteen de kop indrukken, ja. want dan ben je er meteen klaar mee, weet je wel. Dat moet ze dan tegelijkertijd ook wel weer meegeven, dat ze zeer welwillend waren om bedrijven ook wel te leren hoe ze binnen de wet en regelgeving moesten opereren. Ja, en zeker, ervaring, uh, ja, zeker. Ja. en ik was er ook wel uh, positief door verrast, want op een gegeven moment konden wij ook met hun checken van, oké, okay, we hebben nu dit, uh, deze labelveranderingen uh, willen doormaken, valt dit nog inderdaad binnen jullie... Uh, um, het ja, je ja, je is wel een, een gesprek wat je aan het voeren bent. En ja, niet van, je hebt één keer om het te fixen en succes ermee. Precies. Dus uh, het is ook wel goed dat ze het wel doen. Want het einde zet je ook een consumentenproduct op de markt. En dus het is ook wel goed dat het gewoon helemaal gecheckt wordt volgens alle... Jo. Hey, uh, laatste dingetje nog over duurzame uh, energie en het proces zo uh, circulair mogelijk maken. Waar ligt nu uh, eigenlijk nog de grootste winst voor jullie om dit ding nog één keer beter te maken voor het milieu als dat we nu bezig zijn? Wat is het laag aan het fruit nog? Ik denk dat uh, die ontwikkeling met de Brain, ja. dat zou natuurlijk heel interessant zijn. Die partij waar we mee gaan samenwerken. En want dan heb je natuurlijk het hele concept. Want dan hebben we en de Brain, daar kunnen we wat mee. En het water kunnen we gebruiken. Mm -hmm. En wat eigenlijk grappig is, dat uh, uh, deze partij, uh, die deed dit al met de Brain. Dus die verkocht het aan de Cosmetica. Alleen zijn restproduct was dus ontzild water. Dus wij kunnen dus gebruik maken van zijn restproduct en hij kan van ons restproduct gebruik maken. Dus het is gewoon een soort Ik vraag me goed af. huwelijk. Ja, ja. Ik vraag op, op hoeveel plekken op de wereld mensen dingen aan het doen zijn. Die uh, dingen over hebben wat iemand ja, ja. anders een stukje verderop aan het maken is. Weet je? Want die zit ja. met iets waar, waar die ander dan ja. weer op zit te wachten. Daar heb je handelaren voor. Dat is, uh, dat is onze andere broer. Dat is helemaal in deze twee partijen aan elkaar te linken en dan is het perfect. Oh, er, er loopt er nog één rond. Ja, er uh, is nog beeldselen. een beeldster. Hij had het meegenomen. <laughs> Leuk. Ja. Okay. Um, even een paar uh, klote vragen. Um, want als je natuurlijk naar jullie, uh, uh, jullie hero's journey kijkt, je, je verhaal. Uh, dan kwamen jullie natuurlijk ook uh, direct wel wat uh, weerstand tegen. Ik denk dat dat goed is, trouwens. Ik ben ja. zelf een, een gamer. En als computerspelletjes me iets hebben geleerd, is dat zolang je tegenstanders tegenkomt, ga je de goede kant op. Ja. <laughs> Volgens mij zijn jullie wel wat tegenstanders uh, tegenkomen. Ja. Dus toen had je je toffe product in de Albert Heijn liggen, en toen. Uh, Gebeurt er iets? Ja, vertel. Oh. Die lachen. Ja, dat was wel even uh, een, uh, een aparte start, ja, om zo maar te zeggen. Wel boeiend. En um, het, het, het aparte eraan ook was omdat je dan uh, zeker als je zoiets aan het lanceren bent, we waren natuurlijk al best wel een tijdje aan het voorbereiden met die vergunningen en, um, en je zit natuurlijk wel in je, in je eigen bubbel met, met vrienden die het allemaal vet vinden wat je aan het doen bent ja. en uh, nou ja, weet je, zo'n zo Albert Heijn die natuurlijk uh, binnenkomt, waar, waar iedereen super enthousiast is. Um, dat uh, toen dat we uiteindelijk lanceerden, toen dachten we ook, nou, en, en we, hadden, we hadden best wel wat uh, media coverage gekregen, echt veel. Uh, en en uh, in, uh, RTL was langsgekomen en we hadden in alle, ook de, de, de wat kritische kranten hadden, we, hadden gestaan. En iedereen, uh, en vooral de, de, de journalisten die dan op locatie kwamen, die, uh, die waren dan eerst kritisch, maar die smolten helemaal tussen de installaties zagen. En ja, het vond het ja. allemaal vet om te zien natuurlijk, want ja, je ziet daar letterlijk het water ontzeild worden. Uh, dus toen gingen we uiteindelijk live. en dachten nou, het is helemaal, uh, helemaal uh, skyrocket high. Um, en uh, ik denk dat we een, een dag. Uh, we hadden volgens mij zelf een, uh, een LinkedIn-bericht online geslingerd. Van uh, LinkedIn is ook een prachtige plek natuurlijk. Mm. Uh, uh, met uh, even zijn live en een uh, super duurzaam watermerk. En. Uh, ja, toen uh, eerst een paar likes en toen kwamen de eerste uh, <laughs> kritische handtekeningen. <kritische laughs> <kant> <laughs> ja. um, dus toen eerst dachten ze nog van ja, dat, dat, dat zal er wel een beetje bij horen. En uh, ja, niet, niet veel ervaring ook in zo'n product lanceren. Maar toen op een gegeven moment werd de kritiek wel uh, uh, dusdanig fors. Um, dat, uh, dat ook de Albert Heijn uh, het een beetje spannend begon te vinden. En, uh, en na twee weken alweer zei. Uh, jongens, uh, misschien moeten jullie dit maar even. Uh, uh, terug naar de tekentafel ja. en uh, dat was wel even pittig want uh, ja we hadden natuurlijk alles uh, opgetuigd en een uh, flinke, flinke aanloop en ja nou, wat dan was hij wel volgens mij een primeurtje door uh, doordat wij uh, nou er zijn niet heel veel bedrijven die nul omzet hebben en in Albert Heijn terechtkomen Er zijn ook niet heel veel bedrijven die na twee weken weer uit de Albert Heijn ah, worden hey, gooi gewoon... Easy come easy go zo gaat het <laughs> <laughs> de heer geesten de... <laughs> easy easy go was het niet echt maar nee maar dus, uh, nee, dus dat dat was wel even uh, uh, ja, wel um, ja, want gestart. Voor, uh, voor de luisteraar die schraafde, maar wat is er nou gebeurd? Uh, inderdaad, je kreeg best wel wat, uh, wat scherpe feedback. Ja. Uh, op een aantal dingen die toch iets minder uh, groen bleek te zijn uh, als, als je misschien zou hopen. Uh, wat waren de belangrijkste bezwaren die je moest wegnemen? Ja, ik denk dat het, op de verpakking was ja. het eigenlijk het grootste, de grootste kritiek. En, um, en ik denk waar, waar wij uh, uh, hand in eigen boezem hebben kunnen steken is, uh, uh, en, en ik dan zeker, is in, in hoe we het hebben gecommuniceerd in eerste instantie. Dus wat ik al zei, als je natuurlijk iets lanceert als een duurzaam watermerk, uh, uh, wat voor ons dan altijd over die techniek ging van ons, uh, maar als het wordt neergezet als een duurzaam watermerk en het zit vervolgens in een verpakking uh, die, uh, die niet goed recyclbaar is, ja, dat, uh, dat strookt dan uh, niet goed met elkaar. Zeker. Um, wat wij, uh, uh, nou ja, we hadden dus uh, ook in de verpakkingsindustrie, daar weten we inmiddels ook wel wat, uh, wat meer van. Uh, ja, is ja, leuk hè? Ja, ja is, is heel mooi. Ja. En uh, we, hadden, we hadden voor een verpakking gekozen, omdat die, uh, uh, dat is een, een vrij innovatieve verpakking is dat. En uh, nou, ook uh, andere bekende grote watermerken zitten al in deze verpakking. Dus wij dachten, nou, het is een verpakking, bestaat 70% uit uh, karton. En er zit een laagje plastic in en een laagje aluminium. We dachten, nou die 70% karton is natuurlijk super interessant en uh, daarvoor moet je bomen laten groeien en neem weer CO2 op. Nou, mooi, uh, mooi verhaal. Um, maar wat wij uh, niet goed hadden gerealiseerd, is dat die, uh, omdat het dus multilayerd is, dus de verpakking, is daardoor ook lastig te recyclen. Ja. Um, daar kwam ook nog eens bij dat er, er zat geen staatsgeld op. Um, dit was overigens wel voordat er staatsgeld, wij gingen live voordat staatsgeld ook op de, de kleine flesjes zaten. Maar er zat in ieder geval geen staatsgeld op, dus kans groter dat het in het milieu terecht kwam. Ja, uh, allemaal allemaal niet, uh, uh, niet goed. En er zijn gewoon een, uh, uh, een aantal mensen heel, uh, heel felle tegenstanders uh, in deze verpakking. Dus toen kwamen wij als nieuw merk en toen kwamen wij met, hé, hey, en best wel wat uh, media cover, dat werkt dan ook niet in je voordeel. Omdat je natuurlijk best, ja, uh, um, yeah, um, wat is het, hoge boom vangen veel wind. Ja, ja zeker. Um, dus toen werden, we, ja, werden wij daar wel uh, goed op, uh, op aangepakt. Ja. En ik ben helemaal voor kritiek en ik ben ook voor transparantie. En als er dingen worden gezegd die niet kloppen, moet je daar ook op terugkomen. Maar tegelijkertijd rol ik dan ook maar: oké, okay, jongens, maar we hadden ook gewoon kunnen zeggen: hey, tof, zorg dat dat die verpakking gewoon iets optimaler is, en dan zijn we er. Goed dat je zeewagen kan opsluiten, weet je wel? Ja, ja, ja. Had ook een houding kunnen zijn. Ja, ja, ja. Nee, ik maar hoe is ja, het dus... opgelost? Waar zit het nu in? En uh, hoe is dit beter? Ja, dus wat we hebben gedaan is, um, uh, we zijn uh, eruit gegaan, en, maar we hadden ook een, we hadden best wel een kleine batch hadden we in eerste instantie gedraaid en het nou, de verkoop ging goed. En, uh, dus dat was ook wel weer tof om te zien van alle in, die, in, die, ja, in, die, in die korte tijd. Het werkt dus bedacht, het. We het werkt, ja, het concept werkt. En we kregen super veel enthousiaste reacties ook. Uh, dus, dus dat gaf ons natuurlijk, ook al hadden we die setback, gaf ons helemaal het vertrouwen van, uh, ja, dit, er zit hier wel echt iets in. Um, dus we zijn uh, echt terug naar de tekentafel gegaan. We hebben die, die pakjes die we nog over hadden, die zijn naar de voedselbank gegaan. Die waren daar hartstikke blij mee. En, uh, en toen zijn we gaan kijken, Het zijn we letterlijk met iedereen die, uh, die kritiek op ons had. En uh, er zat natuurlijk ook wat, uh, wat rotzooi tussen. Ja. Uh, maar de, de, de mensen die echt serieuze kritiek hadden, goed onderbouwd, uh, daar zijn we mee uh, in gesprek gegaan. En, uh, en dat was mega uh, interessant. Ja. Um, want toen konden we in één keer van alle perspectieven konden we horen van oké, okay, waarom werkt het niet voor jou? En, uh, okay, nou, en ja. uiteindelijk um, kwam toen, uh, werd toen bekend dat er ook staatsgeld op blikjes zou komen. En blik die stond al sowieso bij ons uh, op de radar, omdat uh, blik eeuwig uh, recyclebaar is. Mm -hmm. um, en van één blikje kan je letterlijk een nieuw blikje maken. Waarbij plastic uh, heb je altijd wat verlies en plastic kan je een x aantal keer recyclen. Um, dus blik was voor ons in één keer heel interessant. En toen zijn we een uh, rondgang gaan maken en uh, op zoek gaan naar partijen die eventueel voor ons uh, water konden afvullen in, uh, in blik. Ja. En dat is gelukt. Dus toen konden we uh, en ja, volgens mij hebben we die uh, pivot gemaakt uh, in acht maanden later uh, mm. lanceerden we weer en lagen we weer in, uh, in alle supermarkten. Ja, dus dat was man. wel heel tof. Ja, mijn soort een keer geleerd tijdens mijn marketingopleiding. Elke klacht is een kans om de klant aan je te binden. Dus ja. als mensen commentaar op je hebben, je gaat er getapt mee om en je luistert. En laat zien ja. dat je echt wel van goede wil bent. Uh, daarna zijn ze ineens mm. oneindig loyaal. Ja. Want een paar ja. van die gasten die commentaar hebben gehad op je, op je verpakking... en je hebt gezegd, oké, okay, maar ze hebben wel geluisterd. Ja, ja. ja die kunnen niet anders. Oké, ja. Okay, ja, ja deze, ze hebben echt het beste... Nee, nee het mooi. maar, Zit, maar, maar zeker zo. Ik, uh, ik geloof ook heel erg in... want er vroeger mensen ons ook wel van... ja, we zijn niet heel boos op die mensen of weet ik wat. Maar, maar juist, ik vond juist heel, uh, uh, heel fijn eigenlijk. Want daardoor, je, het brengt je wel naar een, naar een hoger niveau. Ja. En, uh, en uiteindelijk uh, ja, het was het voor ons alleen maar super nerezaam. En dat hielp ook wel dat wij in Nederland gestart zijn. Want de Nederlandse consument die staat ook al bekend dat ze vrij kritisch zijn. Oh, dat dus, herken ik helemaal oh, niet. Dus uh, <laughs> wij konden daar ook wel, uh, ja, we hebben er ook wel van geleerd. zeg maar. Jazeker, en ze zijn mondig. en. Uh, oh joh. Zijn, waren jullie nou op geen stijl terecht ook? Nee, niet. Ik weet, Op een gegeven moment zijn we ook maar even, even de computer uitgeplucht. Ja, eh, ja. Eh, <laughs> volgens mij eh, geen stel. Eh, nee, dat is even... altijd de, de interessantste sectie om te kijken, <laughs> want de, daar wordt echt geen blad voor de mond genomen. Ja, dus, nu ook een leuk hoor die comment ja, 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 Moet ja, je wel ja. ingelogd zijn volgens mij, maar je kan het de eerste drie keer dan lezen en die zien ook al. Ja. Uh, <laughs> leuk hè? <laughs> <laughs> ah, joh. Uh, 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 niks van aantrekken, gewoon lekker doorgaan. Uh, ik heb nog uh, drie vervelende vragen en dan gaan we weer naar wat leukere vragen. Uh, een van de kritieken die ik ook heb gezien is dat dit productieproces ten opzichte van normaal kraanwater uh, best wel wat hoger is. Uh, ik weet niet of dit getal klopt, nu ons zegt het Twee, 2046 keer duurder. Dan gewoon kraanwater? Ja. Ik weet niet uh, of je dat herkent, uh, maar uh, significant, ik heb het uit een van de artikelen uit de kritische kranten. Ik heb een aantal van die kritische <tie> artikelen <tie> even zitten <tie> bekijken en uh, daar zag ik dit feitje volgens mij voorbij komen. Maar uh, laat het gewoon duurder zijn. Um, hoe rechtvaardig je die kosten aan je consument? Want uh, je zit in het kraanwatersegment. Kraanwater kost 0,1 cent, jij kost 10 cent. Ah. Waarom is dat oké? Okay? Kijk, we hebben altijd vanaf het begin af aan gezegd, wij concurreren niet met kraanwater. Dus het Nederlandse kraanwater, zeg maar, lokaler kan je het niet hebben. Dus daar kun je, kan je hartstikke goed, uh, goed gebruik van maken. Um, uh, wij zetten ons echt in op de, de awareness. En ook voor de projecten in het buitenland. Dus wat we nu zien is, doordat wij al die bliksjes op alle plekken in de supermarkt hebben. Um, herkennen mensen ons en zeggen ze van hé hey, dat is hartstikke mooi, je kan ja. hoogkwaliteit drinkwater van maken. Uh, kunnen we dat niet in een project gebruiken in een ander land? En wat we in Nederland vaak niet beseffen is dat wij zijn toen benaderd door, uh, door een grote partij uit Marokko. En die zei gewoon van wij hebben gewoon een heel lange kustlijn, we hebben heel veel zon en ons kraanwater is van zeer slechte uh, kwaliteit. Kunnen jullie niet decentraal op tien plekken zo'n systeem neerzetten? Want hier hebben we echt uh, een, een hoge, een hoge nood. En, ik weet nog dat ik toen zei, want zij benaderen ons en ik had het eerst een paar keer niet gereageerd. omdat ik dacht, ja, ik ben bezig, want we zijn net uit de Albert Heijn gezet. Ik wil niet naar Marokko. <laughs> Even <laughs> andere dingen ja, ja, ik, maar ik was En ik weet nog dat ze bij ons zaten met de delegatie. En toen zei ik van, maar weten jullie wat er met de Albert Heijn gebeurd is? Want ik zat er natuurlijk helemaal nog in. Ja. En toen zei ze: maar Albert Heijn, wij zitten daar met een echt een, 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 een groot probleem. En toen dachten van, kijk. Voor ons, onze missie is gewoon om die awareness te creëren. Om ervoor te zorgen dat mensen op een andere manier naar de zee kijken. Ja. Op een duurzame manier het gebruiken. Uh, dus we hebben totaal geen uh, intentie om te concurreren met het kraanwater. Ik denk daarbij wel dat het, het kraanwater nu heel erg vanzelfsprekend is. Dus je ziet dat ook in Nederland worden er uh, ja, in het zuiden bedrijven in de zomer afgesloten voor, ja. van, het, van het waternet. Dus die kosten er ook wat hoog gaan. Maar nogmaals, het is geen vergelijking met... Uh, uh, met nou, uh, maar ik vind dat eigenlijk... Uh, ja, want ik zie dat ook een um, um, tijd lang achteraf gezeten. En uh, dan zie je wat droogte doet, bijvoorbeeld. En hoe, hoe druk je met bomen. Weet je ja. dat een boom uh, 4000 liter water per week nodig heeft? Ja. Shit, sta je met je trekkertje met zo'n vat ernaast... weer uit de sloot trekken. Die sloot raakt steeds leger. Dan ja. denk je, oh, in Nederland, dat ik het nog mocht zien in mijn dagen. Uh, want dat had eigenlijk niemand van mijn leeftijd verwacht. Dat ze nog zo met de consequenties van klimaatsverandering... in aanraking zouden komen. Ja. En het feit dat dat wel gebeurt, heeft mij echt op een ander pad gezet. In, in termen van mijn awareness. En daarom ben ik extra blij met dit soort initiatieven. Want... Uh, Komt nu binnen de scanafstand, dus we gaan het nu kunnen snappen. Ja, wat ook wat je ook met uh, wat mensen vaak niet beseffen is: als ik met vrienden zeg, van, wat doe jij om, om het water te beperken of, of aan het waterprobleem. problemen? Zeg je, nou, ik, poets iets minder lang mijn tanden of ik was misschien iets minder lang mijn auto. Maar waar het grootste gedeelte van het water in zit, is gewoon de avocado's die wij eten. Ja, de, 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 de indirecte bij Ja, ja. En, en dat is nu waar wij ook mee bezig zijn, is om, om te partneren met, met grotere bedrijven in de spijkerbroekensector of in andere sectoren. Om dus op plekken waar het water vandaan komt, waar het dus heel schaars is, of naar Spanje is, of ja. de avocados in Chili en, en Peru. Dat wij daar een systeem neerzetten, maar dat wij dus wel de awareness via hun producten kunnen, kunnen genereren. Dus dat is eigenlijk naast de blik hebben we nog een andere... Ja, Business unit waarmee we dus seawater als ingrediënt leveren. Mm -hmm. uh, nou, we hebben dat nu een, een, een biertje, wat uh, deze week op de markt van Mestland, ja. van gisteren, verkrijgbaar oh, ja, is. Leuk. Um, en dat uh, waardoor wij ons verhaal kunnen vertellen, maar ook dus die impact kunnen maken. En niet direct, dus via uh, ja, zo'n verpakking in de supermarkt. Ja, exact wat ik hoopte dat je zou zeggen. Want wat ik zou hebben gezegd als ik ja was, het is ook een, wat jij proefconcept. Ja. En nu kun je ineens een investeerders laten zien. Ja, Het was wel met de hiccup, zo'n mooi verhaal. Een de dorps niet opnemen tegen een grote ja. corporate. Dat vindt iedereen altijd tof. En als je dan nog weer terug mag komen, dan is het helemaal lekker. Dus uh, ja, maar het is een proefconcept volgens mij. Waarmee ja. je geldschieters kunt laten zien. Ja, maar als we dit nou eens opschalen. En zo'n club als Marokko, die een overheid, die overheidsgeld heeft. Ja. ja, dan kan je een hele groep mensen ineens de kwaliteit van het leven aanzienlijk verbeteren. En, ja, en je ziet dat gewoon in het buitenland en ik vind ook bijvoorbeeld die, die bierbrouwers in het buitenland ook wat interessant. Die staan die staan natuurlijk overal in de hele wereld, maar die staan ook op plekken waar het best wel droog is. Mm -hmm. Die trekken daar wel binnenlandse bronnen leeg. Ja. Dat is voor die gemeenschap die daar zit. De, de stijl van de wereld. Uh, ja. <laughs> en uh, Nestle, hoe spreek je ja, dat? Uit? Ja, Nestle. Ja, maar, maar nee, maar er zijn ja, er zijn verschillende partijen natuurlijk en die uh, uh, het mooiste zou natuurlijk zijn als zo'n 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 zo bierbrouwer gewoon zijn eigen waterbron heeft. Ja. Dus dan zet je een installatie daar neer. Ja, dat is natuurlijk een, en dan kan je ook nog deels, dus kan je zeggen, oké, okay, we hebben een eigen waterbron voor de, voor de brouwerij. Maar wat je ook doet, is gemeenschapswater. Dus een deel gaat ook vloeit voort ja. naar de... Ja. Eén ding zit ik wel mee, zou ik wel mee zitten, is um, een van mijn stokpaardjes, dat we in Nederland nooit mogen vergeten waarom Nederland Nederland heet. In een tijd van klimaatsverandering. Ja. Deze infrastructuur aan kustlijnen plaatsen. Denk jullie daar wel eens over na, dat kustlijnen ook... Uh, ...mobiel moeten zijn, waarschijnlijk, de komende jaren. Dus hoe, hoe uh, vast zijn die faciliteiten voor jullie? Staan ze op wielen? Want dat zou echt geniaal zijn. Nou, het, zijn uh, het zijn containers, dus ze zijn vrij compacte containers. In ja. de grootste containers ongeveer 40 voet. Dus je kan, hem, uh, je kan hem vrij makkelijk op verschillende plekken uh, neerzetten. Um, ik, hoeveel je... zo, nee, ik weet het niet. Hoeveel is 50, ik knik wel, ik heb geen idee. Dat is 50 <laughs> voet. Hoeveel meter? <laughs> ja, 40 voet, uh, wat is het? Uh, is ongeveer gedeeld in drie. Dus volgens mij, wat wij in het jaar 10 Gewoon een standaard C-container. Ja, oké. Okay, ja, ja. ja, en uh, wat wij bij meiden bestaan is 8-voet, dus dat is uh, een derde ongeveer. Van, oh, dus een heel klein container. Kan je, uh, nog net, net e niet met een uh, met een heftruk uh, bij wijze van spreken uh, na nou, groot bij, uitgevallen hebben? Uh, ik zou het uitgeluisterd Nou Ja, dat is wel mobiel. Ja, en uh, ja, en met dat kleine systeemje produceren wij nu gewoon uh, uh, ja, Altwater hier voor Nederland. Maar wij, wij hebben ook in de, in de vergunning uh, van Rijkswaterstaat, moest hij ook, want als er, als er echt een noodscenario is, dan moeten ze daar ook, omdat er een of andere schip, weet ik veel, er tegenaan vaart of zo, tegen die, uh, tegen ja, ja. die pier. dan moeten ze er ook bij kunnen. Dus we het is wel, hij moet wel demontabel worden. Ja, okay. Nu hebben we het over je installatie in Nederland. Ja. Ik heb het over die toekomst, toekomstige projecten aan een kustlijn van Marokko, ja. waarbij je iets neer gaat zetten wat duizenden mensen, dus die installaties moet je ook. Ja. Op ja. een manier ontwerpen dat ze rekening houden met misschien oprukkende zeelijnen of zo, snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Nee, het wordt wel, een, je gaat wel meer naar de zee kijken, dus inderdaad, de, de kun je kun je dan... grond is Scheveningen kopen, is de vraag. Dat? <laughs> ik woon ja, in haarlem, dus dat is ook wel. Als er iets gebeurt, dan hebben we daar zeker ook een probleem. Dan begint het daar. Ja, ja dat denk ik <laughs> ja. wel. Ja, ja. 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 oké, okay, duidelijk. Um, Is het zo dat het desalineren van zeewater, um, als je kijkt naar het een legitieme bron van water maken, zijn, uh, het kan nooit concurreren met kraanwater. Klopt dat? dat is een kritiek die jullie krijgen van ja, is leuk dat zeewater, maar waarom zou je het willen als? Nou, dus in in principe op sommige plekken is het desalineren ook kraanwater. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar uh... Curaçao, daar wordt ja. het ook, uh, daar is het dan wel een stuk willen, maar daar wordt het ook, uh, ook ontsteld. Maar ik, ik als je denk. Daar de kraan op draait, dat is letterlijk, daar komt gewoon. Ontstild. Dat is zeewater. Ja, daar ja komt ook het ja. zeewater. Uh, ook van hoge kwaliteit. En ik denk dat, uh, ja, dat je door, door innovaties ook de, de kosten ook zo laag mogelijk kan, uh, kan houden. Kijk, het, het energieaspect is het grootste, de grootste kostenpost. Dus als uh -huh. wij het systeem installeren in een land zoals Marokko of in het Caribisch gebied waar heel, heel veel zon staat. Misschien niet in Nederland, dat je met, met windenergie, ja, dan kan je die prijs echt heel laag houden. Ja, dus um... maar ik, denk, ik denk ook wel belangrijk dat, uh, zeker als we kijken naar een oplossing voor de, voor de waterschaarste, dan moet het echt een combinatie zijn van. Dus wij, wij zeggen ook zeker niet: uh, we moeten 100% overgaan naar ontzilting. Uh, het is een combinatie van uh, bijvoorbeeld in Nederland het watermanagement. Dus nu uh, in Nederland is alles zo gebouwd dat wij. We zijn een beetje het, uh, ik hoor laatst zeggen het afvoerputje van uh, Europa, omdat ik best wat rivieren bij ons uitkomen. Ja, ja, ja. Um, maar wij, wij, alles is zo ingeregeld dat wij zo snel mogelijk van ons water afkomen. Uh -huh. En, en uh, nu ook, de uh, afgelopen dagen, het regent gigantisch veel. Um, maar onze, onze herfst, winter, wordt, valt heel veel regen. Maar alles wordt gewoon de zeeën eigenlijk uh, uh, heen gedirigeerd. Um, en dat moet op een andere manier, want uh, dat moet veranderd worden, want je hebt nu wel hele droge zomers. Dus zeg maar, er zit, er zit daar zit een heel groot uh, ding wat, uh, wat nog aangepast kan worden, dus in dat watermanagement in Nederland. Ja. Um, en wij geloven dat het in combinatie kan gaan met, uh, met ontzilting. Dat, dat vraag ik me vast af. Hoe zou dat eruit zien, bijvoorbeeld op zo'n plek als Marokko, even als eerste use case, maar misschien ook wel in Nederland? Stel je in het oosten van het land heb je droogte. En nu wil je zeewater gaan gebruiken om daar iets ja. te doen met irrigatie. Daar zijn jullie nu misschien al een beetje over aan het nadenken. Is dus dat zijn dat pijpleinen, zijn dat vrachtwagens die ene weg? want dan krijg je dat weer. Ja. Hoe zorgen we ervoor dat dat water op, op die plek komt, ja. zonder dat we daar weer een voetafdruk genereren? Ja, of, ja. Je, of je zegt dat je de, de, op die plekken dat die, dat die um, voor de binnenlandse waterbronnen. Nee, ja. ja. nee, nee, maar dat die juist voor de binnenlandse waterbronnen uh, gaan, want die zijn er in principe wel. Ja. Uh, maar die zijn schaars en die, die worden steeds schaarser. Maar dat je dus laat, oké, okay, dat soort plekken. en dat je dus alle kustplekken voorziet van ontzilting. dat zou natuurlijk een mooie combinatie zijn. Ja, maar stel je zou het op een zo groen mogelijke manier. zo ver mogelijk de land in willen krijgen. Ik heb wel eens nagedacht over hoe je dat engineering-wise zou doen. Ja, dus wij, wij focussen. Als... dus ja. <laughs> ja. Nee, het is een mooie uitdaging. Nee, wij focussen ons wel echt op, uh, op kustgebieden. En het is wel, kijk, als je in echte remote areas. dan kan je werken met tankwagens die dan rijden, maar inderdaad wat je zegt. Die rijden dan op diesel, dus dan is het ook de logica. Dus uh, ja, we zijn er ook naar te kijken van hoe we dat het best kunnen doen. Maar voor nu focussen we ons wij echt op, op de, de kustgebieden. Ja. En er zijn volgens mij tussen de 150 landen die uh, grenzen aan de kust. Dus dit is al een hele grote impact die we daar kunnen maken. Nee, um, ja, en we uh, weten we hoe het werkt. Dat kunnen we gewoon. Een pijplijn volgens ja. mij. Ja, ik ja. zou wel je van een worden. Denk ik. Ja. Ja, dan hopen we dat je het vergunningsaspect ook meekrijgt. In pijplijn, Nederland, ja. Je kan no hoe hoog de nood is natuurlijk, hè. Dus als we inmiddels een woestijn hebben liggen waar David lag, dan misschien ja. dat we gunnen, we het een beetje sneller gaat. Een ja. ja. woestijn bij David. Er. Je weet het niet. Um, Oké, okay, duidelijk. Um, ja, ik had nog een vraag over greenwashing, maar dat hebben we eigenlijk wel uh, geadresseerd. Als het gaat om um, toekomst en innovatie. Uh, je hebt al een paar partnerships, heb je al iets over verteld? Dus uh, clubs waar je mee samenwerkt in de toekomst. om uh, de impact van jullie uh, producten te vergroten. Ik vond uh, de Cosmetica een interessante. Um, wat zijn nog andere? Spijkerbroeken had je het net over. Z zijn er nog andere toepassingen waar jullie nu mee in gesprek zijn? Waarvan je denkt, ja, wist je niet, maar supercool, kan je ook van alles mee? En zo ja, wat is dat? Uh, het zijn in principe alle producten die, uh, waar water natuurlijk in zit. Dat is een, uh, een optie. Uh, maar het zijn ook, ook productieprocessen waar water wordt gebruikt of verbruikt. Um, en dat is eigenlijk in elk productieproces. Dus uh, voor ons is vooral dat wij kijken... Kijk, wij, wij proberen ons nu in partnerships te focussen op consumentenproducten. Ja. En producten die we zelf ook lekker vinden, daar beginnen we mee. Vandaar het, uh, het biertje. Um, die uh, Tammer stipt het net al even aan, maar dat is in samenwerking met, uh, met Brouwerij Joop in Haarlem. Cool, ja. En uh, dat is wel echt heel tof. En er wordt natuurlijk veel water in, uh, gebruikt in, uh, in het proces van bierbrouwen. Ja. Um, en dat is nu bij uh, Lifeste Beach, is dat uh, Seawater. Dus dat is wel, uh, wel heel gaaf. Um, maar zo, ja, zo zijn we, kijken we gewoon naar wat voor uh, partijen zijn interessant voor ons om mee samen te werken. En dat zijn vooral partijen die uh, echt wel een groot bereik hebben. Um, en dat wij ook in die partnership ons verhaal kunnen vertellen. Dus het gaat dan ook wel over een uh, over een collab. Dus je zet echt een nieuw product neer. Mm -hmm. um, en dat, uh, dat ons verhaal daar wel heel goed naar voorkomt. Want uiteindelijk gaat het om weer om die uh, awareness. Ja. En, en zei je nou was ja dat nou die dat in de prep zei dat jullie ook laatst op een congres waren waar bijvoorbeeld uh, datacenter ja. uh, interesse Tot, toont hierin. Want <tus> uh, AI systemen super tof, maar zou ook best wel dorstige systemen. Ja. Uh, ik las laatst dat uh, elke vijf prompts of zo... zo'n half glas water. Ja. Uh, wat je daar aan koeling uh, wegslurpt. Ja, ja. maak het wel even visueel voor mij. Voor iemand die er best wel veel gebruik van maakt. Ja. Zo. Oké, okay. zou ja, het ja, ja. zijn als dit inderdaad uh, ecologisch verantwoord gesourced uh, zeewater zou zijn. In plaats van uh, fossiel brandstof uh, schoon drinkwater uh, wat weer aan het verdampen zijn. Ja, ja. Het, nee, is al, het is wel tof inderdaad wat je zegt. Omdat je zo goed om ook na te denken als je zo prompt voert dat je denkt oh ja oké okay, als ik dit is het echt belangrijk oh, dat ik dit nu ga ja. doen want dit is nu zo <laughs> uh, er gaat nu zo'n servertje ik denk er ook altijd wel over na maar uh, nee maar dat is natuurlijk mega interessant want zijn, zijn hiervan weet iedereen al dat er super veel water wordt verbruikt ja um, en, uh, en die zijn ook zeker geïnteresseerd en uh, dus dat uh, ja er is, dat zal alleen maar dus uh, zullen alleen maar meer datacenters komen die kunnen straks, nou, Thomas zei net al dat uh, Vitens heeft aangegeven dat een aantal, uh, iets van 41 bedrijven, die konden al niet worden aangesloten op het water. Ja. Als jij nu een nieuw datacenter wil bouwen, dan is de kans best wel groot dat. Uh, ja. Ik realiseer me trouwens met dat we het hier over hebben dat als je niet nerd genoeg bent, heb je echt geen idee waarom er water nodig is om een computer te koelen. Want dat zorgt toch voor kortsluiting. <laughs> ja, ja. Die hebben nooit zo. Ja, de Oh, hij is dat te mag mag heet, weet we je? Ja. <laughs> ja probeer het thuis ook een keer. Ja, nee, maar als je echt een computer nerd bent, dan koop je hele dure systemen met grafische kaarten die heel heet worden. En dan heb je waterkoelingssystemen. En dan lopen er gewoon buizen met water. Ja. Koud water lopen er langs je systeem om de temperatuur acceptabel te houden. Dat die niet boven de 60 graden uitkomt. Ja. <laughs> Belachelijk. Ja. Ja. Ik ooit was ik in, uh, in een datacenter geweest, en dat was in de middag. En toen zei die man dat uh, op een gegeven moment, dan komen al die kinderen, die komen terug van school en die gaan allemaal computerspelletjes spelen. Ja, ja. En daar zitten zonder heel veel van die games. En dan, en dan hoor je gewoon dat datacenter gewoon ja. weet je gewoon dat het echt zo'n piekmoment is. En dan gaat het water natuurlijk ook... Uh, ja. uh, maar ik denk ja. wel nog even over dat datacenter. Het is natuurlijk heel interessant dat we het water kunnen leveren op een duurzame manier. Uh, maar wij helpen die datacenters dan ook met het verhaal te vertellen. Van kijk, inderdaad wat jij zegt, wij maken gebruik van uh, 100% van zeewater in onze service te koelen. En dan ja. hebben wij weer de mogelijkheid om die awareness te creëren. En eigenlijk het seawater verhaal te vertellen. Dus uh, ja, het, is echt, uh, het gaat echt veel verder dan inderdaad, alleen de blikjes in de supermarkt. En dat hopen we nu ook wel veel meer te kunnen uh, ja, laten zien. Ja, ik denk dat de consumentenmarkt klaar is voor kiezen tussen producten. Dus stel, uh, onze vrienden van ChatGPT zijn uh, Seawarder koeld. Onze boys ja. van Perplexity zeggen, nee, uh, foss fossiel live Ja, dan gaan we met z'n allen voor <laughs> Chez ja. 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 ja ja, maar ja, dat, dat zou vet zijn. Toch? Ja, zeker. Ja. We hebben nu trouwens ook een, uh, een uh, heel chic sojamerk voor sojasaus. Okay. En dat uh, is trouwens echt super lekker En die hebben dus... Uh, hebben begin toen we net starten, hebben we ook een tank water afgeleverd. En die hebben dus een... Een Limited edition uh, uh, ja. seawater infused. dus ze in de of kwamen gewoon twee gasten hey. Hey. Zo, hier zo. Ja. Je je saus gooien? bolle Het duurt het duurt 24 maanden om uh, om dat te maken? Dus er staan ergens nog uh, ergens in een hoekje van die van van zo'n grote uh, opslag staan. Nu twee van die grote grote vaten staan uh, staan er inderdaad te borrelen. Te rijpen, ja ja. ja, ja, is dat gefermenteerd of zo? Ja. Sorry, sorry. Ja, ja. Dus ja, je ziet het ook. Uh, je ziet echt borrelen. Al. Ja, maar dat zijn wel mooie. Uh, en we hebben daarnaast nog ja, bijvoorbeeld partnerships met. Uh, dat was ook wel een super vette uh, ervaring in, onze, in, in, dit, in dit kortstondige avontuur. Um, dat wij op een gegeven moment benaderd door Volkswagen uh, Global. Dat die uh, met een, een van de commercial bezig waren. En uh, drie ondernemers uit uh, impact ondernemers uit Europa wilden hebben om, uh, om mm. in hun commercial uh, van een nieuwe elektrische auto uh, hun verhaal te laten vertellen. Dus voordat wij het wisten, toen zaten wij en ik, Tam en ik met z'n twee in zo'n. Zo'n gloednieuwe auto reden we in Portugal. Uh, met allemaal camera's op ons zijn. Toen dachten we ook zo, hey, waar zijn we nu is weer in beland? Nou, ja. <laughs> ja, maar ja, ook heel vet. En, 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 en het sloeg ook wel echt ergens op. Want het ging natuurlijk over de. Bij, bij ons verhaal is het natuurlijk die transitie van die van die traditionele installaties naar wat wij nu hebben. Mm -hmm. en het verhaal is natuurlijk van van de van ja ook die, die energietransitie die natuurlijk in de automotive uh, helemaal uh, ja, helemaal doormaakt. Ben je daar dan niet bang van dat je misschien ook wel door zo'n grote club een beetje als een sokpop wordt? Maar kijk, ons mis met de goede jongens uh, meespelen. Zijn we goed? Ja, Ondertussen puin puinopen uh, bij mijn fabrieken. Nee, ja. zeker. En de, dus dat is natuurlijk dat 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 gesprek voeren we natuurlijk wel samen en ja, daar okay. kijken we goed naar. Uh, tegelijkertijd, uh, als je het dan over awareness hebt uh, en je krijgt, je krijgt als als kleine partij krijg je van van zo'n global opererende uh, organisatie krijg je een platform. Ja, om je verhaal te vertellen dan uh, ja. uh, en, uh, en, en straks een mooie idee-bus met onze stickers erop. Ja, wie zijn wij dan om, uh, om daar nee tegen te zeggen? Zeg maar. ja. dus, dus uiteindelijk kijken we gewoon heel goed en uh, elk partnership wat ik net al zei, die we aangaan. Oké, okay, hoe goed kunnen wij ons verhaal hier vertellen? En wat voor een groep gaan we hiermee bereiken? Ja. En als het dan met een biertje is, dan bereik je in één keer een, de bierdrinkers. En misschien is het met deze bereik je in één keer mensen de, de autoliefhebber. Ja. Uh, dus ja, op die manier. Ja, en tegelijkertijd, als het de naald laat bewegen, de goede kant op, dan uh, exact. by all ja, means. toch Precies. ja, ja. Nee, oké, okay, ik snap het. Duidelijk. Oké, okay, um, ik wil een beetje richting uh, een afronding gaan. Uh, ik ben vooral nog even benieuwd uh, waar jullie uh, in termen van innovaties, en of het nou in, als het gaat om productontwikkeling is of technologie, um, de meest veelbelovende ontwikkelingen voor de toekomst zien binnen, binnen wat jullie doen met SeaWater. Dus waar, waar zit het hem? Waar moeten we op afkoersen? Wat gaat dit echt helemaal laten slagen? Nou, ik denk niet zozeer dat het uh, hele grote technologische ontwikkelingen zijn binnen onze sector. Kijk, natuurlijk gaat het door, dus er worden steeds betere filters ontwikkeld en dat soort uh, zaken. Maar ik denk waar de grootste uitdaging ligt, en dat is waar wij ons op inzetten, is dat meer mensen gewoon gebruik van gaan maken. Dat meer mm. mensen vanaf weten, dat meer mensen uh, van het stigma afstappen dat het duur is, dat het slecht is voor het milieu. Uh, dus ik denk dat er een hele grote opportunity ligt in het. Uh, communiceren en het markten van, van de technologie. En dat zijn we dus nu ook met samenwerking met de Nederlandse overheid en het RVO aan het doen, dat uh, we dus projecten via hun gesubsidieerd in het buitenland kunnen mm. doen. En het, uh, het belangrijke is dat je dan een product hebt wat zeg maar, zo goed als af is en werkt en bewezen is. Ja. En we daarmee uh, ja, zeg maar de bino op kunnen. Dus we hebben het nu eigenlijk zo'n met de afgelopen jaren dan getest en weten hoe het met vergunningen zit, weten hoe je water moet verpakken. Uh, dus we zijn nu eigenlijk klaar om, uh, om, uh, ja, om op te schalen. Ja. En ik denk dat dat, uh, ja, dat dat voor ons een hele belangrijke... Uh uh, ja, stap is. Ik weet het goed met je gemaakt. Zorg ervoor dat hier zo'n treetje met van die blikjes komt staan. En elke eindbazen gast die hier komt, die krijgt zo'n blikje van me. En die vertel ik even het verhaal. Zet hem even mooi een koelkastje neer. Maar hebben we het dan over het, dat biertje, of hebben we het dan over de, het water? Beide mag. Ik drink zelf geen bier, maar ik wil ze liever niet voor de podcast. Ja, misschien is dat eigenlijk ook wel heel slim om te doen. Voor in van de gasten. Een heel andere podcast. Er zijn een paar gasten die ik echt wel graag een keer dronken achter de microfoon zou willen hebben. Misschien <laughs> <laughs> kijken wat er dan uitkomt. Uh, of twee keer podcast opnemen. En één met je eentje zonder vergelijking. Nee, we, we, zorgen we zorgen dat, dat hier uh, ja, zeker leuk, man. even het en dan een. Um, Oké, okay. tot slot, want je had het net over opschalen. Um, hoe zien jullie, jullie, jullie je rol van seawater in het grotere geheel van waterbeheer en duurzaamheid op wereldwijde schaal? Want uh, je bent al in Marokko bezig, je bent al in Curaçao bezig. Uh, wat, uh, wat is het eindstation voor jullie? Wat heel interessant is, wat wij in Nederland uh, doen. Dus dat we het watermerk hebben opgericht, maar ook dat we dus door, door andere projecten binnen Nederland worden benaderd. Bijvoorbeeld mm. in Zeeland. van, Kunnen we voor onze oesterfarm water leveren. Dus eigenlijk dat we dat we die combinatie doen. We, 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 we merken dat je dat dus ook in dat we dat in Marokko krijgen en vanuit het Caribisch gebied en ook vanuit Azië. Um, dat zij dus hetzelfde willen. Dus ze willen ook een watermerk, dus ook die awareness creëren. Maar tegelijkertijd dat we dus een gedeelte van het water, van het systeem, dus worden gebruikt voor sociale projecten of voor andere applicaties. En dat vinden wij heel interessant: is dat je dus eigenlijk op verschillende plekken ter wereld een lokaal waterstation hebt. En dat we dus doorgaan met onze awarenesscampagne daar lokaal. Uh, dus aan de ene kant het leveren van wat bulkwater voor applicaties, maar ook. Uh, ja, dus eigenlijk het uitbreiden van het ja. watermerk op die plekken. Interessant, want je, je realiseert je dat je de potentie hebt... om heel snel miljonair te worden als je deze dingen patenteert... en in uh, grote infrastructuurprojecten gaat wegzetten, hè? Ja, nou, <laughs> ja. Ik heb de afgelopen tijd al veel geld uitgegeven. Dus ja, is, nee, dat is wel <laughs> niet maar... Nee, maar het is, uh, het is... Kijk, we zijn nu een klein team. En we proberen echt heel veel met partners samen te werken. Want je we kunt natuurlijk niet allemaal, allemaal zelf. En uh, ja, het is nu, we hebben nu een paar mooie partners. Dus het, we kunnen inderdaad heel snel opschalen. Dat is wel de bedoeling. Het overwoord hier is licenties. Ja. Denk ja. ik. <laughs> maar uh, ja, interessant. En uh, wat ik er zo gaaf aan vind, en dat is ook nogmaals terug naar het begin, de reden waarom ik jullie heb uitgenodigd. Want ik denk inderdaad dat meer mensen tussen de oren moeten krijgen dat we inmiddels op het punt zijn dat dit rendabel kan. Ja. Uh, en daarmee is het waterprobleem, waar dan ook, misschien nog één of twee stappen overheen opgelost. Want we hebben hier geen waterprobleem. Deze planeet is voor 70% blauw. Ja. We hebben een zoutprobleem, dat is iets anders. Ja. Uh, en daar dragen jullie echt uh, ontzettend aan bij. En dat heeft mij dus in ieder geval weer een stukje hoopvoller gemaakt uh, voor de toekomst. En uh, misschien wel een leuke uh, vraag. Wat is hetgene wat, uh, wat, jullie, wat jullie als individuen uh, binnen wat jullie zien? Want jullie staan natuurlijk ook midden in de klimaatsverandering-vraagstukken. Uh, wat geeft jullie het meeste hoop? Nou, oh, ik ben toevallig een boek aan het lezen, hè? en dat heet De wereld vergaat niet. Uh, wat ook wel weer eens lekker is om te lezen. Ja, ik lees namelijk goed. ook de krant uh, elke ochtend en dan vergaat de wereld elke ochtend weer. Yes. Uh, dus uh, uh, daarom heb ik ook nog steeds een abonnement op Donald Duck, want daar vergaat de wereld <laughs> ook niet. <laughs> um, maar De Wereld Vergaat Niet is, is echt wel een heel hoopvol uh, uh, boek. En dan lees je dat het, uh, we het vroeger eigenlijk veel slechter voor elkaar hadden. Ja. En vooral de steenkolenindustrie uh, toen die nog uh, volle bak draaide. Um, mm. En uh, uh, dat er echt wel, uh, uh, we zijn echt wel stiekem best wel goed bezig met z'n allen. Heel goed, dus, uh, ja. En ik denk dat ik denk dat, dat uh, belangrijk is om af en toe tegen elkaar te zeggen. En tuurlijk, um, we zijn er nog lang niet. En er gaan heel veel dingen ook nog niet goed. Maar dat kan hand in hand. En dat is de, de strekking van het boek. Uh, dus je kan aan de ene kant zeggen, het gaat heel goed. We zijn echt wel heel lekker bezig. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Ja. En vaak als je zegt, we zijn heel lekker bezig, dan zegt iedereen, oh nee, maar jullie maken het veel positiever, want je hebt het niet over deze dingen. Nee, het kan hand in hand. Dus er ja. moet heel veel gebeuren. Uh, maar het gaat ook heel goed. En ik denk dat, dat wij proberen dat ook heel erg uit te dragen. Van uh, uh, we zijn volgens mij nu met z'n allen lekker bezig. Um, en tuurlijk zit er nog meer innovatie, meer samenwerking en weet je, vetere partnerships, waardoor het allemaal nog beter kan, nog groener. Ja. Um, maar, ah, ja, ik, zit, ik zit heel erg op jouw lijn. En wat ik altijd denk bij dit soort dingen is: van ja, het, het kan allemaal de wereld het kan allemaal nog beter, zo zo. Ja, allemaal waar. Maar laten we ook even stilstaan ja. bij de fucking magie die zich hier voor onze ogen voltrekt. Want wij zijn blijkbaar als aapjes met onze smartphone in staat geweest om, wat waren het ook alweer, semi-permeabele membranen <laughs> <voor> om een keer <laughs> osmose te maken. Die uh, zo uh, ja. doorlatend zijn, maar ook zo klein dat ze dingen die wij niet kunnen zien, virussen, microplastics, eruit kunnen filteren. Mijn bossen is het sturen met een bel, dat zou ik nooit kunnen maken, ever. Ja. <laughs> ik vind dat zo knap. Ja. Ja. En zo zijn er meer van die technologieën die eigenlijk als je erbij stilstaat, gewoon fucking magic ja. eigenlijk. En ja, we snappen hoe het werkt, maar het feit dat we het voor elkaar hebben gekregen, vind ik toch best wel kunstig. Ja, zeker. Ja. Ja, 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 ja. ja, echt... Dus ja, dat geeft mij op. En voor jou? Ja, ik denk ook wel dat uh, het moment dat wij uit de supermarkt waren gezet, uit Albert Heijn, toen uh, ja, kreeg natuurlijk heel veel kritiek. Mm -hmm. Wat ook weer goed is. Uh, maar uh, we kregen ook heel veel sympathie. Dus ik denk dat er ook wel mensen vanuit verschillende hoeken zijn. Van, met de kennis die ze hebben. Van hé, hey, ik kom uit de supermarktsector. Ik kan jullie helpen. Of we zijn een consultiebureau. Kan je helpen. En, uh, en dat heeft ons ook wel. Dus ik denk wel dat er genoeg uh, mensen zijn die ook wel zien. Van oké, okay, we moeten iets met deze hele situatie. En laten we kijken hoe we dat gezamenlijk kunnen doen. Um, en ik denk ook om toe te voegen is dat wij geloven heel erg in de term uh, profitable sustainability. Ja. Dus dat je wel impact kan maken. Maar wel gewoon wat kan verdienen. En ik denk dat, uh, dat uh, ja, mensen ook wel in kunnen zien dat je dus ook echt die, die richting op kan gaan. Uh, want je merkt dat als mensen denken van ah, ik kan niks meer verdienen, ja, dan ga ik het ook niet doen, want het is alleen maar duur om, uh, om, om te verduurzamen. Um, maar er zijn dus wel mogelijkheden en businessmodellen waarbij je dus wel beide kan doen. Dus, uh. Exact. En uh, nou zijn we inderdaad full circle. Want dit was. Ik ben ook een sympathisant van jullie. En uh, ik denk dat uh, het goed is dat mensen dit tussen de oren krijgen. Want het opent ook deuren op andere plekken. En dat was bij mij ook. Oh ja, nee, natuurlijk gebruik ik het daar en daar. Logisch en, zus en zo. Dus uh, hopelijk zet dit een aantal uh, dingen in gang. Links en rechts. Tof dat jullie er waren. Bedankt voor die tijd. Ik wens jullie echt super veel succes toe, uh, met Dank jullie uh, ondernemerschap. En uh, dames en heren, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Ciao.